Nou, kijk hier eens even. Dit is een kleine verrassing uit mijn eigen verzameling. Ik was een beetje op eBay aan het kijken en ik kijk dan allerlei sites en ik kwam dit zo tegen. En zo, kijk, zo. En ik dacht van, jeetje, wat is dat mooi. En ik ging kijken wat het was, want ik zag niet gelijk dat het een boekje was. Dus ik dacht echt van, dit moet ik hebben. En toen keek ik verder in de advertentie. En toen zag ik hem, wacht, ik ga hem even uit elkaar halen, want dan zie je wat ik bedoel. Want het verhaal is natuurlijk dat ik hem al had. Dus dat heb ik even gauw gezegd. Kijk, dit hoort erbij. Kijk, en dit kan bewegen. Het is echt. En hier nog een. Zo kom jij er ook maar even uit. Kijk, en als je dit zo naar beneden doet. Kijk, en kijk dan, dit kan ook. Ik kan er van alles mee. Ik kan er. Dit is echt een fantastisch geheel. Ja, kijk maar. En hier, zoals je goed kijkt, er zit ook van alles. Ik weet niet of die trap. Nee, die trap die kan niet omhoog. Maar wel, hier kan iemand staan. En die kan dan leuk ronddraaien. En hier zit iets waar je mee kan dingen ze. En hier kunnen ze dan. Kunnen ze in een dingetje zitten. Kijk, en nou ja, zo gaat hij dan dicht. En dan zie je dat het. Dus toen ik hem dan zo dicht zag, denk ik. Ach, het is dat gele boekje wat ik ook heb. En dus ik kijk, nu is hij helemaal goed dicht. Dus ik snel naar mijn verzameling. Denk, oh, ik hoop dat ik hem helemaal volledig heb. En nou, dat is ook zo. Maar wat is die mooi, hè? Fantastisch. Nou. Eens kijken, kan ik er nog iets van vertellen? Nee. Ja, nee, dat doe ik niet. Het is eigenlijk een heel zielig verhaal hoe ik eraan gekomen ben. Nou goed, ik vertel het toch. Ik had een iets anders. Aan Den Haag ergens van iemand, ik weet niet hoe ze heette, een doosje gezien. Dus ik daarheen. En ik wilde dat wel kopen. Die vrouw zegt, ik heb nog meer. En toen liet ze dit boekje zien en nog een paar dingen. En toen zei die mevrouw, ja, ze zei, want ik ben gescheiden. En we doen mijn dochtertjes Polly Pocket verzameling weg, want ze wil een fiets kopen. En ja, hoe het verteld werd, dacht ik, oh wat, ja, ik vond het echt een beetje sneu. Dat ik had 4 doosjes voor bij elkaar 100 euro, dus niet overdreven goedkoop, maar ook niet overdreven duur. Maar toen ik, ja, het meisje stond er ook bij, een meisje van een jaar of 9. En ja, ik had echt het idee van, dat ze het liever, heel veel liever zelf had gehouden. Dus, maar ja, dus zo ben ik hier aangekomen. Dus, maar ja. Ja, ik vond het echt, ik had het niet zo lief. Toen ik naar huis ging, weet je wel, dacht ik, hé, dat had ik eigenlijk niet per se hoeven weten. Toch?